Burgemeester Reewinkel heeft koffieshop Reykjavik aan de Speelsluizen voor de duur van een jaar op slot gedraaid. De gemeente wil het besluit niet toelichten, maar er zou sprake zijn van een aantal overtredingen. In januari van dit jaar werd bij het pand naast Reykjavik een hennepkwekerij aangetroffen. Bovendien bevonden zich daar enkele tassen met daarin enkele kilo's hash, wiet en joints, ter waarde van 1,5 ton. De eigenaar van Reykjavik zegt niets met de vondst te maken te hebben. De VVD-fracties van de provincies Groningen en Drenthe en een aantal gemeenten willen een kleinere regiovisie Groningen-Assen. De nadruk moet komen te liggen op de bereikbaarheid van de stad Groningen en de promotie van de regio als aantrekkelijk vestigingsgebied. Activiteiten zoals de bouw van woningen en bedrijventerreinen zouden moeten worden teruggegeven aan de betreffende provincies en gemeenten. Door een kleinere regiovisie zouden de kosten lager worden en de bestuurlijke druk afnemen. Ook krijgen de bestuurders weer meer invloed op besluiten die belangrijk zijn voor de betreffende gemeenten en provincies. Wij zijn het oneens met de VVD-fractie als het gaat om het belang van de regio, het duiding van het belang van de regio. Ik lees te veel daarin van, nou ja, eigenlijk is de regio iets van het verleden en kunnen we er al vanaf. Wij geven juist een andere boodschap af. De regio is belangrijk, heeft tot nu toe uitstekend gewerkt en wordt alleen maar belangrijker als samenwerkingsverband. Waar we wel met de VVD eens zijn, is dat, wat ook geldt voor allerlei andere zaken, dat het wel met wat minder geld toe kan. De gemeenteraad wil niet dat de plannen voor de Koendersborg doorgaan. De eigenaar wilde op de plek van de Koendersborg appartementen neerzetten, maar veel omwonenden waren tegen die plannen. Ze waren bang dat op den duur het park dan niet meer door hen gebruikt zou kunnen worden. Voor de bouw van de appartementen was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad weigerde om dit aan te passen en daarom zal de eigenaar op zoek moeten naar een nieuwe bestemming. De nieuwe 5-euro-biljetten worden niet geaccepteerd door gemeentelijke parkeergarages. Dat komt door vertraging in het aanleveren van de benodigde programma's voor de betaalautomaten. De vertraging heeft als gevolg dat het in parkeergarages niet mogelijk is om met de nieuwe biljetten te betalen. Inmiddels is de software vrijgegeven en worden de updates uitgevoerd. De gemeente verwacht dat de betaalautomaten binnen enkele weken ook de nieuwe biljetten van 5 euro zullen accepteren.